Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe LookSwap video. En oh my god, ik heb zo ontzettend veel zin in de video van vandaag. Want LookSwap zijn wel een van mijn favoriete video's om te filmen. Dus zorg er eventjes voor dat je deze video een dikke duim omhoog geeft. Want dat helpt me echt enorm. En klik dan ook meteen op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Op die manier kun je er meteen bij zeggen dat je bij de hashtag notificatiesquad hoort. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken en laten we beginnen. Ik heb meerdere LookSwap video's gemaakt en in de laatste van Ariana Grande had ik jullie gevraagd van wie jullie de volgende LookSwap video wilden zien. En jullie hebben massaal gevraagd om een Taylor Swift makeover. Dus dat ga ik in deze video doen. En dat vind ik echt een enorme uitdaging, want volgens mij wordt het heel erg lastig. Maar ik ga er gewoon voor en laten we dan meteen beginnen met het eerste ding, namelijk het haar. Oké, hier zijn we dan jongens. Ik heb hier trouwens een spiegel voor me staan. Dus als ik daarnaar kijk, dan weet je waar ik naartoe kijk. Het is wel een hele mooie blonde kleur. Maar ik zie er tot nu toe nog geen Taylor Swift in. We gaan gewoon kijken. Zometeen als make-up erop zit, dan heb je een beter idee. Maar ik weet wel dat haar haar ietsje korter is. Alleen ik vind het zo zonde om dan de pruik te gaan knippen. Dus ik doe het gewoon een beetje achter mijn schouders. En zo ziet er op zich ook wel een beetje Taylor Swift-achtig uit. Oké, laten we gewoon doorgaan met de volgende stap. En dat is het indoen van blauwe ogen. Want Taylor Swift is natuurlijk blond met blauwe ogen. En dat heb ik allebei niet. Dus dat moeten we gewoon veranderen. 1, 2, 3. Tadaa! Oké, nou zo ziet het eruit. Tot nu toe moet ik heel eerlijk toegeven dat het er best wel creepy en eng uitziet. Maar ik denk dat het wel een stapje verder is naar het lijken op Taylor Swift. En ik denk eigenlijk dat ik als eerste beter gewoon eventjes deze pony uit de weg kan zetten. Want anders kan ik natuurlijk niet aan mijn make-up werken. De allereerste stap is het opdoen van foundation. Dus ik ga er gewoon een beetje zo op mijn gezicht doen. Op zich is het niet zo heel erg bijzonder. Ik doe gewoon op alle plekken waar mijn huid het een beetje nodig heeft. En dan ga ik door naar de volgende foundation. En deze is een stukje lichter dan de foundation die ik net op heb gedaan. En hij is ook wel dekkender. Dus ik gebruik deze meestal als concealer. En dat ga ik voornamelijk hier onder mijn ogen toevoegen. Want Taylor Swift heeft echt best wel een plat gezicht. Dus je moet ervoor zorgen dat het wel redelijk plat lijkt natuurlijk. En ook een beetje hier als highlight. Op je kin. En dan moet ik dat weer gaan blenden natuurlijk. Zo. En dan gaan we door naar de volgende stap. En dat worden de wenkbrauwen. En dat is echt heel erg lastig. De wenkbrauwen maken Taylor Swift echt Taylor Swift. Alleen het probleem is dat mijn wenkbrauwen echt totaal niet op die van haar lijken. Dus dat gaat heel erg lastig worden. Allereerst moet mijn wenkbrauwen ietsje blonder worden. Dus ik denk dat ik een beetje van deze foundation ga gebruiken. En het er maar een beetje doorheen ga smeren of zo. Kijken of dat werkt. Ik ga gewoon het kwastje van deze concealer hiervoor gebruiken. Zo. Oh my god, dat is wel heel erg veel. Maar, wow, het werkt wel. Oeh, I like it. Zo, je kan echt wel het verschil zien tussen deze en deze. Misschien is het wel ietsje te licht. Beetje wegdeppen, zo. Ik vind het zo spannend, want ik hou eigenlijk echt enorm veel van Taylor Swift. Ik ben een hele grote fan van haar. En ik vraag me af of jullie ook een fan van haar zijn. En wat is je favoriete liedje? Ik vind het echt heel erg lastig om een favoriet liedje te kiezen. Oké, dan wil ik nu een beetje de vorm in de wenkbrauwen krijgen. Dus ik heb wat concealer eruit gehaald, zo. En ik hoop dat het een beetje mijn wenkbrauwen kan dekken. Dus ik ga het ietsje wijder maken. En vervolgens wil ik ook dat mijn wenkbrauwen wat dunner worden. Dus vooral hier aan de onderkant. En dan ga ik mijn wenkbrauwen nu bijtekenen. Ik heb echt het gevoel alsof ik helemaal geen wenkbrauwen meer heb. Zo licht zijn ze geworden. Wow. Taylor Swift heeft best wel een kleine ruimte tussen boven haar oog en onder haar wenkbrauwen. Dus ik probeer dat wat kleiner te maken door een beetje wenkbrauw hier te tekenen. Dat is op zich best wel goed zo. En dan helemaal omhoog brengen. Om echt zo die hele grote vorm te tekenen die Taylor Swift echt heeft. Ik trek hem nog een stukje naar beneden. Zoals zij dat ook heeft. Zo. Oké, ik denk dat de wenkbrauwen nu wel redelijk zijn. Ik kan ze niet helemaal perfect krijgen. Maar ja, dat is denk ik wel onmogelijk. Maar op zich ben ik er niet ontevreden mee. Dan ga ik verder met de ooglook. En Taylor Swift heeft een hele mooie ooglook op een red carpet event. En die ga ik gewoon een beetje proberen na te maken. Ze gebruikt ook lekker veel glitter. Dus daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Woehoe! En ze heeft echt van die prachtige amandelvormige oogjes. Dus ik ga proberen om dat met oogschaduw een beetje naar voren te laten komen. Dat ik hier een vrij rechte streep zet. Dat doe ik ook aan deze kant natuurlijk. Oeh, spannend jongens. Ik ben gewoon niet zo goed met make-up. Dus ik weet niet altijd wat ik aan het doen ben. Maar zolang het eindresultaat mooi is, dan vind ik het gewoon helemaal prima. Nog een beetje zwart eronder. Dat heeft ze ook. Om het wat heftiger te laten lijken. Oeh. En dan wil ik de binnenkant van mijn ogen een beetje highlighten. Want mijn ogen staan vrij dicht bij elkaar. Dat betekent dat als je hier een beetje highlighter toevoegt, dat het een beetje de illusie geeft alsof je ogen wat verder van elkaar afstaan. En dan ga ik door naar de eyeliner. En ik hoop dat ik dat een beetje goed ga doen, want ik ben er normaal gesproken niet zo heel erg goed in. Dus duim voor me. Oké, here we go. Uiterste concentratie.
Yes, oké, het is me gelukt. Woehoe. Dan is het nu tijd voor de nepwimpers. En ik heb gekozen voor vrij neutrale wimpertjes. Ik ga ze opplakken en vooral ietsje meer aan de buitenkant. Op die manier lijken je ogen ook weer wat wijder. En dan gaan we door naar mijn andere oog. En dan gaan we nu mascara toevoegen. Het ziet er echt steeds meer uit als Taylor Swift, maar we zijn er nog niet helemaal. Daarna moeten we natuurlijk ook nog wat blush toevoegen. Ik ga het gewoon een beetje met mijn vinger zo erop smeren. En om dit gedeelte nog ietsje meer naar voren te laten komen, pak ik wat highlighter bij. En dat doe ik ook gewoon op mijn vingers. En dan ga ik ervoor zorgen dat dit allemaal een beetje gehighlight wordt. Zo. En dan lijkt het net alsof dit helemaal naar voren staat. Dan zijn we nu aangekomen bij de finishing touch en dat zijn de lippen. En haar lippen maken echt gewoon Taylor Swift. En allereerst ga ik gewoon de lippen een beetje shapen met een lip liner. Allereerst heeft ze echt een heel scherp hoekje hier, dus dat ga ik gewoon eventjes goed tekenen. Zo. En nu heb je gewoon een beetje dat Taylor Swift puntje en dan ga ik de rest even inkleuren. En dan is het nu tijd om de lipgloss erop te doen. Om het gewoon helemaal mooi rood op te vullen. Zo. Wow, wat een mooie kleur. Oh my god. Woo. Zo. We gaan nu gewoon eventjes echt het haar goed maken. Deze pony die krijg ik helemaal zo over mijn haar heen. Want dat is echt typisch iets wat Taylor Swift doet. Moet ik het haar een beetje oppuffen. Zo. Yes, dan is de make-up en haar look van Taylor Swift helemaal af. En ik vind dat het wel een beetje... zo op Taylor Swift lijkt, maar nog niet helemaal. Want we moeten de look natuurlijk ook nog compleet maken met kleding. En met looks zoals van celebrities is het altijd een beetje lastig. Want ze hebben iedere dag natuurlijk iets anders aan. Dus ik heb gewoon geprobeerd om een beetje een outfit in de stijl van Taylor Swift te doen. En vooral geïnspireerd van haar laatste tour. En als allereerste heb ik dit topje. En het lijkt enorm veel op iets dat ze aan zou doen tijdens haar concert. Het is natuurlijk niet precies hetzelfde. Maar ik vind hem op zich wel heel erg tof. En dan heb ik hier een high-waisted broekje. Want dat is iets wat Taylor Swift normaal gesproken ook aan heeft. Dus dat vind ik heel erg bij de passen. En als laatste heb ik deze schoentjes. Ik vind ze er wel heel erg op lijken op iets wat zij normaal gesproken tijdens haar tour draagt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij mij gaat staan. Dus laten we gewoon de kleding aandoen. Yes! Hier sta ik dan in mijn normale Jamila outfit. Maar het is natuurlijk tijd om nu getransformeerd te worden tot Taylor Swift. Dus ik zou zeggen, laat ik gewoon de outfit aan gaan trekken. 3, 2, 1... Tada! Oké, jongens. Nou, ik ben nu helemaal Taylor Swift geworden. En ik vind op zich dat het redelijk goed gelukt is. En zoals je kunt zien heb ik natuurlijk het blonde haar. Net zoals Taylor Swift. Ik heb geprobeerd mijn wenkbrauwen te blonderen. Maar dat was een beetje lastig. En verder vind ik de mond wel heel erg goed gelukt. Want ze staat natuurlijk wel bekend om haar super rode lippen. En verder is deze outfit geïnspireerd door haar 1989 tour. Dit topje heeft ze eigenlijk best wel veel aan in die tour. Alleen heeft ze aan de zijkanten dan nog iets wat er uitgeknipt is. Maar ik vond deze er eigenlijk wel heel erg op lijken. En het broekje is helemaal zwart. En ik vind het echt zo'n typische Taylor Swift vibe geven. Want ze heeft heel veel high-waisted dingen. En ze staat eigenlijk bekend omdat je haar navel echt nooit ziet. En als laatste heb ik natuurlijk deze schoenen. En ze draagt heel erg veel van die schoenen die net stoppen bij je enkel. Dat komt omdat haar been al zo lang is. Dus ze kan het heel erg mooi hebben. En dat was het dan voor deze video. And baby, now we got bad blood. Hey! De vraag van vandaag is, tot wie zou ik mezelf een makeover geven in de volgende Lookswap video? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En als je deze video helemaal tot aan het einde hebt bekeken, dan kun je dat bewijzen door het een dikke duim omhoog te geven. En dat helpt me ook enorm. Dus heel erg bedankt daarvoor. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doeg!